Goedemiddag, dames en heren. U gaat zometeen heel veel dingen horen over handelen in bitcoins en andere virtuele valuta's. Ik ben gevraagd om daar vanuit een hele andere invalshoek te komen. Ik ben wat je een macro-econoom zou noemen. Dus ik hou me bezig met alles wat met de wereld van centrale banken te maken heeft. En mijn andere grote liefde is de historie. En als je die twee samen neemt, dan ga je landen op iets wat monetaire geschiedenis heet. Schitterend om daarin te zoeken. Want je vindt er een heleboel schitterende weetjes en feitjes in. Dat kun je dus ook gebruiken met betrekking tot het onderwerp van vandaag. En dat wil ik met u gaan doen. U weet ongetwijfeld allemaal, als we het over historie hebben, historie van het virtuele geld is gestart ongeveer eind 2008, begin 2009. Ik kijk daar met een toch wat andere ogen naar, namelijk met de ogen van een monetair historicus. En dan zie je dat er eigenlijk, hoe innovatief het ook is, is er in die lijn van historie weinig aan de hand. Wij starten in het jaar 620 voor onze jaartelling. Dat is het jaar waarin de eerste munten werden gemaakt. Dus daarvoor was er ruilhandel. En op een gegeven moment kwam men op het idee van, nou, dat is allemaal lastig als we het nou proberen te standaardiseren, voor zover het kan. De eerste munten waren geboren. Vervolgens duurde het heel lang voordat men de volgende stap in die historie zette. Dat gebeurde in China. Alles gebeurt blijkbaar voor het eerst in China. Dus China was het eerste land dat bankbiljetten uitgaf. In het jaar 1189. Dat was de stap van al die munten. Dat is alleen maar lastig. Zeker als je als handelaar van het ene deel van het land naar het andere moet gaan. Je moet het allemaal meeslepen. Als je nou op een stukje opschrijft wat het waard is, is het veel handiger. Eerste bankbiljetten waren geboren. En toen kwam 2008. En het eerste virtuele geld. Dus in de lijn van de geschiedenis is er eigenlijk niets nieuws onder de zon. We zetten steeds een logischere stap vooruit. En gegeven de omgeving waarin wij functioneren met IT en techniek die het mogelijk heeft gemaakt, is dit een logische stap, wat ik net zei. Goed, hoe gaan we daar de eerstkomende 15 minuten naar kijken? Ik dacht, laten we deze foto gebruiken. Weet iedereen welke mensen hier afgebeeld zijn? Ik zie wat hoofden zo doen. Ik zie ook wat hoofden dit doen. Ik zal het even uitleggen. Dit zijn de vier levende ex-voorzitters van de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed. De meneer rechts voor u was de baas tussen 1979 en 1987. De meneer links naast hem was de baas van 2006 tot aan 2012, meen ik. Daarna kwam de vrouw links in het hoekje. En de meneer ongeveer in het midden, voor zover je kunt spreken van het midden van vier, heeft er langs gezeten. Van 1987 tot 2006. Deze mensen hebben afgelopen weken, maanden, jaren soms, hun mening gegeven over van alles en nog wat. Inclusief bitcoins. En ik wil hun uitspraken gebruiken om met u heel even door de stand van zaken te gaan. De meneer die het langst zat dus, voor u derde van links, die werd gevraagd van, god, wat vindt u er nou van? De ervaring van een centrale bankier die in zijn tijd gebombardeerd werd tot een soort semi-god. Wat vindt hij er nou van? Nou, hij zei, volgens mij wordt het niks. En zijn argumenten waren, wat u bovenaan ziet, er is niks achter dat virtuele geld. Het heeft geen intrinsieke waarde, zeggen we dan. En hij gebruikte als voorbeeld de voorloper van de huidige Amerikaanse dollar. Dat waren bankbiljetten die in 1775 werden uitgegeven in een aantal Amerikaanse staten. Dat is falikant mislukt. En de reden waarom het daar heel slecht mee is afgelopen is dat ze, net zoals nu, er te veel van hebben gemaakt.
Dus deze meneer, jarenlang de baas van de Fed, die zegt dat met dat hele gedoe met virtueel geld, dat wordt niks, want het heeft geen intrinsieke waarde. En ik kan het vergelijken met die voorloper van Amerikaanse dollar. Daar is toen destijds heel veel van gemaakt, waardoor die dollar waardeloos werd. Goed, gaan we zo meteen wat nader op inzoomen. Zijn opvolger, gezondheid, zijn opvolger, die had ook een mening over het virtuele geld. Die zei, nou, het wordt geen succes, om te beginnen. Waarom geen succes? Nou, je kunt er heel weinig dingen mee aanschaffen. Het is geen transactiemiddel, wat wij economen dan noemen. En volgens hem is het allemaal een poging om het stelsel wat we fiat geld noemen te ondermijnen. Nou, met dat eerste ben ik het met hem eens. We zullen kijken naar hoe waardevast zijn andere argumenten zijn. De vrouw links op die foto, die voegde daar nog aan toe, onlangs, niet zo lang geleden. Wie handelt met virtueel geld, wie virtueel geld gebruikt om dingen te kopen, die loopt tegen het grootste probleem aan, het slurpt energie. Nou, dat is tot op zekere hoogte waar. Vergeet alleen één ding niet, dit is het begin. Het wil niet zeggen dat de problemen, alle problemen die er nu zijn, en die zijn er met virtueel geld, dat die voor eeuwig zullen zijn. Zometeen gaan we even heel kort kijken naar de geschiedenis van ons eigen geld, onze gulden. En daar zie je mooie overeenkomsten tussen toen en nu. Het heeft geen stabiele waarde, want de ene dag is het zoveel waard, de andere dag weer veel minder. Dat is waar, dat helpt het niet. Je wilt het liefst stabiele waarde. En, vind ik het mooiste, het is een doel voor cyberaanvallen. Nou, onthoud deze dingen, want we gaan er nu even naar kijken wat ze waard zijn. Om te beginnen met het laatste. Doel voor cyberaanvallen. Dat is eigenlijk relatief gesproken goed nieuws, want een cyberaanval is een incident. Dat gebeurt eens een keer en dan waait het weer over. Waarom zeg ik dat het relatief goed is? Omdat er een andere aanval is, ontketend door diezelfde centrale banken, op ons normale geld. En dat is een structurele aanval op de waarde van ons geld. Wat u hier ziet, links voor u, is de grafiek voor de inflatie in het Westen, zeg maar, sinds ongeveer 1975. Dit is de grafiek die zo'n beetje elke centrale bankier u zal laten zien in een of andere vorm, als u hem de vraag stelt, goh, hoe succesvol bent u nou als centrale banken geweest afgelopen decennia? Dit laat hij zien, want de lijn geeft aan hoe hoog de inflatie is geweest elk jaar, hoe lager hoe beter. En dan zegt hij of zij, kijk, de lijn daalt sinds wij de opdracht hebben gekregen om te waken over de waarde van uw geld. En dat is mooi. En een heleboel mensen vallen daar ook voor, omdat zij vergeten dat de wereld niet is gestart in 1975. Want die grafiek links is het absolute laatste stukje van de grafiek rechts. De grafiek rechts, dames en heren, is de grafiek die de inflatie in ons land weergeeft sinds het jaar 1450. Nou zijn er nog een paar landen in Europa die inflatiecijfers hebben die teruggaan tot 1400, 1500. Engeland heeft ze zelfs sinds het jaar 1200. Als je voor al die landen dezelfde grafiek maakt en je zet ze onder elkaar, er is ook een grafiek voor de VS sinds 1665, dan ziet u dat die lijn die eeuwenlang min of meer horizontaal blijft, wat aangeeft de koopkracht van in dit geval de gulden was eeuwenlang per saldo stabiel. Die lijn gaat zo ongeveer vanaf 1913, 1914 in al die landen zonder uitzondering omhoog. En dat omhoog schieten van die lijn, wat dus aangeeft dat de koopkracht van dat geld jaar in, jaar uit uitgehold werd,
begint echt goed te lopen vanaf het jaar 1971. Wat is er gebeurd in 1971? Weet iemand dat toevallig? In 1971 heeft de Amerikaanse regering besloten om de koppeling van de Amerikaanse dollar aan het goud te doorbreken. Dat was het einde van goudstandaard, of zo u wilt, semi-goudstandaard. Vanaf dat moment leven we in monetair historische termen unieke tijden. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid is ons geld niet gekoppeld aan wat dan ook wat je vast kunt pakken, maar is gekoppeld aan het vertrouwen in deze mens. Dat die goed zullen omgaan met de opdracht die ze hebben gekregen. En die opdracht is om het helemaal bizar te maken, waak over de waarde van ons geld. Zorg ervoor dat de koopkracht van ons geld stabiel blijft. Eén blik op de grafiek rechts voor u, niet links, rechts, laat zien dat die opdracht niet helemaal goed is uitgevoerd. De koopkracht van de Amerikaanse dollar sinds 1913 is met 95% gedaald. Op dit moment, anno 2018, hebben alle centrale banken, inclusief onze eigen Europese centrale bank, de officiële opdracht te streven naar 2% inflatie elk jaar. Dus elk jaar moeten de prijzen 2% stijgen. Dat noemen zij prijsstabiliteit. Ik ben niet geboren in dit land. Nederlands is dus ook niet mijn eerste taal. Maar als iemand mij zo meteen kan uitleggen wat er stabiel is aan prijzen die elk jaar 2% stijgen. Dus na 10 jaar is alles 25% duurder. Hou ik me van harte aanbevolen zo meteen. Maar dat is de wereld waarin we leven. Sinds 1971 dus, dat is uniek, is de waarde van ons geld gekoppeld aan het vertrouwen in mensen die daarover gaan. En die grafiek rechts, die spreekt boekdelen voor dat vertrouwen. En dat vertrouwen is een van de twee redenen waarom we sinds 2008, 2009 bitcoins hebben. Het is een weergave van het wegvallend vertrouwen in de centrale banken. Mensen gaan op zoek naar alternatieven. Waarom zeg ik dat is een van de twee redenen? Het tweede deel ontbrak tot aan 2008. De IT-infrastructuur. Toen viel alles samen. Het gebrek, het wegvallend vertrouwen in dat stelsel wat we inderdaad fiat geldstelsel noemen. Fiat is het woord voor vertrouwen. In combinatie met voor het eerst de IT-mogelijkheid om daar iets mee te doen, heeft geresulteerd in 2008, 2009 de geboorte van virtueel geld. Dat is de lijn van de geschiedenis. Dus dan gaan we met die ogen nog eens een keer even kijken naar wat die mensen die ik zojuist heb laten zien hebben gezegd afgelopen maanden, jaren over de bitcoin. Gaan we ze nog een keer langs. Eerste, de voorloper van Amerikaanse dollar is mislukt, want er is te veel gedrukt daarvan. Dames en heren, hetzelfde kun je zeggen over de euro. En de huidige Amerikaanse dollar. En de Japanse yen. Er is geen munt in de wereld. Geen munt in de wereld. Waarvoor geldt dat de koopkracht in de afgelopen 20, 30 jaar in de buurt is gebleven van stabiliteit. De best presterende munten, wat dat betreft, waren onze gulden, Duitse mark. En die hebben sinds 1980 40% van hun koopkracht verloren. Dat zijn de best presterende munten in dat stelsel van vertrouwen in de centrale bank. We doen het dus relatief, of we hebben geen gulden meer, we deden het relatief goed. En dan nog heb je 40% ingeleverd. Dus als zo iemand zegt, ja, ik vergelijk het met zo'n voorloop van Amerikaanse dollar en er is te veel van gedrukt en daarom is het mislukt. Hetzelfde kun je zeggen voor de munten van nu.
Ik heb hiervoor gezegd, we zullen ook gaan kijken naar de historie van de gulden. In 2016 heb ik een boek geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse gulden sinds 1814. Nou, dat is een hele mooie historie, vind ik zelf. Er zitten juweeltjes in. Eén van de dingen is relevant voor het onderwerp van vandaag. In 1814 werd de Nederlandse Bank, onze centrale bank, opgericht. En in datzelfde jaar, in dezelfde week, werden ook de eerste gulden bankbiljetten uitgegeven. Die waren dus nieuw op dat moment. En onbekend, zoals er staat, maakt onbemind. En dat was hier niet anders het geval. Als een Amsterdamse winkelier zo'n bankbiljet had gekregen in ruil voor zijn goederen, die man wist niet hoe snel hij zijn winkel moet sluiten om met dat geld naar DNB te rennen om het in te wisselen voor goud of zilver. Het heeft tot 1850, dus niet 1815, Nederlands is niet mijn eerste taal, maar het verschil tussen 15 en 50 kan ik nog wel doen. Het heeft tot 1850 geduurd voordat de Nederlandse bankbiljetten algemeen aanvaard werden in dit land. 35 jaar lang moest men dus wennen om daarmee om te gaan. Wat heeft dat te maken met het onderwerp van vandaag, Bitcoin? 10 jaar van historie van Bitcoin. Als je na 10 jaar... Kijk, 10 jaar is voor zoiets een oogwenk. 10 jaar is niks. Als je op basis van zo'n korte historie, eigenlijk mag je het niet eens historie noemen, het is slechts 10 jaar, tot de stellige conclusie komt, het is in die 10 jaar niks geworden, althans niet op grote schaal, dus het wordt geen succes. Dat is, dames en heren, onzin. Denk aan de Nederlandse bankbiljetten. Die hadden 35 jaar, 40 jaar nodig om ingeburgerd te raken. Je begint nu met virtueel geld. We zijn pas aan het begin. We zoeken dingen uit. Ja, het slurpt energie. Dat is waar. Ja, er zijn allerlei andere misstanden. Die waren er toen ook met de Nederlandse bankbiljetten. Daar kom je doorheen. Dat hoort bij het begin van alles wat nieuw is. Inclusief Bitcoin. Maar op basis van zo'n korte historie concluderen dat het per definitie niks wordt. Kijk, ik weet niet of het iets wordt, u ook niet. Het enige wat ik weet is wat de historie mij leert. En in dit opzicht leert de geschiedenis mij, wees voorzichtig met stellige conclusies trekken na 10 jaar. Zeker 10 economisch abnormale jaren. Wat wij sinds 2008 maken is, in dat unieke, sinds 1971 is dit ook uniek. Maar concluderen dat het niks wordt met virtueel geld, wat deze 3 mensen deden, lijkt me heel kort door de bocht. Deze 3 mensen, want de man rechts voor u, hij is inmiddels 92 jaar oud. Ik heb hem vorige week gesproken in New York. We spreken elkaar bijna elk jaar. Heerlijke gesprekken. En hem werd ook de vraag gesteld ergens vorig jaar op een conferentie zoals deze, van wat vindt u nou van dat virtuele geld? En hij gaf in mijn ogen het enige oprecht eerlijke antwoord. De man was toen 90 jaar oud en zei, maar mevrouw, ik ben 90, ik ben oud, ik begrijp het niet, ik weet niet eens wat het is, maar het kan wel iets worden. De enige man die in mijn ogen de waarheid vertelde. Die andere 3 die zo stellig concluderen, het is niks, het wordt niks, die kennen hun economische monetaire historie niet. En als ze die wel zouden kennen, zouden ze dat niet zo gaan concluderen. Voor hetzelfde geld gaat het een opvolger worden voor het geld wat we nu gebruiken. Voor ons misschien niet. Mijn zoontje en mijn dochtertje van 6 en 9, voor hen zal het straks, denk ik, volkomen normaal zijn. En dan kan het eigen leven gaan leiden. En het is voor het eerst dat ik zelfs 10 seconden over heb.
Dus we kunnen langzaam afronden. Maar denk alsjeblieft, als u hier weggaat en als u weer eens wat hoort en leest over Bitcoin, dat er geen succes is. Denk aan Nederlandse gulden en Nederlandse bankbiljetten en die 30, 40 jaar die nodig waren. Dank u wel.